Stefan Denife, Aardwabloe, heeft in de Ronde van Spanje de zware 17e etappe gewonnen. De Oostenrijker hield na een lange vlucht knap stand op de nijzingwekkend stijle slotklim. Chris Froome had het zwaar, verloor tijd op Vincent Ibali en Wilco Kelderman, maar behield wel de rode leiders trui. De 7 kilometer lange slotklim, de Altos de Los Magro, met stroken tot 28%, werd door de Spaanse pers al Rampas in Humanos genoemd, onmenselijke hellingen. En dat was aan het gezicht van Fome te zien. Dankzij de hulp van Seva Wout Poels, Riani Moscon en Mikael Nieve, kon de Brit van Ski de schade beperken. Wel liepen de nummers 2 tot en met 4 op om in. Nummer 2 Nibali zelfs 42 tellen. Kelderman eindigde als negende en verloor 15 seconden ten opzichte van zijn concurrenten. De Nederlander blijft wel derde in het algemeen klassement. Alpero Contador viel weer eens aan en boekte een bescheiden succes. Maar de voor de Spaanse liefhebbers gedroomde dagse Deze Vuelta bleef uit. Danny gooide roet in het eten door hem 0,28 seconden voor te blijven. Dani maakte deel uit van een vroege vluchtgroep met ook Juliana Lapilippe, Daniel Moreno, Alessandro De Margie. Tafi de Villela en Magnus Kortnieuwsen, Nieuwsen. Liefst 9 minuten marge kregen 6. Aan de voet van de slotklim was er daar nog maar 1.30 van over. Het leek niet toereikend te zijn. Zeker niet toen tweevoudig ritten naar Miguel Lopez en Conta door op de pedalen gingen staan. Maar de 29-jarige Denislof zaagde geen moment.